Dit was Piet Stams aan het begin van de vorige eeuw. En dit is diezelfde Piet Stams als skelet in het kleine museum De Dorpsdokter. Ja, dit kan ethisch wel, Ik zeg al nogmaals, er leven geen kleinkinderen meer van. Dan moet je je altijd wel een beetje realiseren. Maar ja, een mens is gemaakt van stof en je zult dat stof wederkeren. Hè? Het leven is relatief. Maar we hebben er in het begin van de jaren 80, denk nog wel eens iemand met een brommertje hier, met zo'n Willempjeshelm, die kwam hier aan en zei, hé, dat is de familie van mijn moeder, jullie, hè? En toen hadden we al wel geoefend en toen zei onze beheerder, daar hebben we alle papieren voor nodig. Oh, en toen reed hij weer weg. Door nieuwe publicaties over Piet in de media komen bezoekers opnieuw en nog steeds vol ongeloof naar Piet kijken. Ja, dat je dan zo iemand op een foto ziet en vervolgens zijn lijk, of tenminste zijn raamte, in zo'n museum, dat is wel heel bijzonder. Terwijl Piet al 25 jaar in het museum staat te staan. Maar iedereen komt en valt voor dat bijzondere verhaal. Ja, zielig. Ja. Op een dag in 1914 gaat Piet naar dokter Bloemen in Tilburg. Ik zeg, dokter, ik ben doodziek, je moet mij helpen. Maar ik heb geen rode cent. Oh, zei Bloemen, dan hebben we twee problemen. Nee, zei hij, daar heb ik aan gedacht. Je mag mij houden na mijn dood. En zo geschiedde. Piet overleed in 1916 en transformeerde tot skelet. Ik denk dat ze hem uitgekookt hebben. Maar dan, zoals een kippetje klaarmaakt, niet helemaal, maar een paar uur laat koken. Dan begraafd, dan gaat het proces wat sneller. Want die botjes moeten in de goede volgorde zitten, hè, om hem weer op te kunnen bouwen. En dan bouw je zo iemand weer op, dat doe je denk ik wel een paar maanden over. Tot 1945 heeft hij zo in de spreekkamer bij Bloemen gestaan. Na vele omzwervingen binnen de Tilburgse doktersfamilie arriveert Piet uiteindelijk in losse delen in Hilvarenbeek. Piet wordt gerestaureerd en is anno 2016 de ster van het museum. Piet is eigenlijk is hier de uitsmijter. Dus dat wil zeggen, na een rondleiding vertellen we eigenlijk als laatste ongeveer het verhaal van Piet. En dat eindigt dan zo ongeveer met het verhaal. Kunt u zich nog voorstellen dat u bij de dokter komt en de vorige patiënt is er nog? Dat is een beetje ook onze uitsmijter dus.